De serenade voor strijkers van Sir Edward Elgar door het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van concertmeester Jelena Ristic. Laatste stuk op het programma, opnieuw een serenade, nu die van Tchaikovsky. Een stukje eerder ontstaan, 12 jaar eerder, in 1880. En dat is een stuk waarin Tchaikovsky een hommage brengt aan lang vervlogen tijden en de tijd vooral van...